Welkom beste kikkers, daar ben we dan weer. We gaan doen met Ien in gesprek, ja, die komt uit de Doberspot. En wat is de Doberspot? We gaan zo dadelijk praten, en wel met wie? Henk de Groot. Ja, wie is Henk de Groot? Henk de Groot is iemand die heel lang al in de Doberspot zit en er nog heel veel verdut. En wanneer ben jij begonnen met die Doberspot? Oeh, dat is al wel... Ik denk wel 35 jaar dat ik er wel mee bezig ben. Ik denk al wel langer met de Doberspot zelf. Maar in besturen 25, 30 jaar. Ja, je hebt een bestuursfunctie, ben je voorzitter of... Ik ben op het moment geen voorzitter, ik ben gewoon commissielid. Maar dan zit ik in commissies, in bestuur weer, onderverdeelde functies die ik ga doen. Ja. Wat voor vereniging zit jij? Bij de Vriendenkring in Wezep. De Vriendenkring? Ja. Ja, die zal natuurlijk ook een bestaande leden hebben die... Ja, maar de vereniging moet dreindig worden. Ben de veel leden bij jullie? Op dit moment vliegende leden, zo plus minus 4, 25, 26. Maar die curve niet altijd in natuurlijk. Hè. Nee. Je hebt altijd een gedeelte van die doet met die vlucht mee en die doet met die vlucht mee. Je maakt keuzes. Wie gaat even terug naar de tijd dat de Doberspot eigenlijk nog onderweg was? Want ja, je weet, je kent de tijd misschien nog wel. Het was rennen en ja, vol en opstaan. Om het hok in te komen om te kloppen. Het was ringen. Ja, die tijd is wel drastisch veranderd, hè? Ja, die tijd is helemaal anders. Dat kun je niet meer vergelijken met vroeger. Toen ze nog hard moesten lopen naar de klokken toe, ja. Om een ring erin te doen. En dat ze dan ook nog loop- of fietsen konden aftrekken. Nee, die tijd is helemaal voorbij. Het is nu allemaal elektronisch. Ja, dan kun je dat merken natuurlijk. Dan zie je al geheel dat dan ja, in die sport grote afname komt. Of is het stabieler blijven? Nou nee, het is wel een afname. De sport die vergrijst heel erg. Heel erg vergrijzing heen. En er komt bijna, of zeg maar, geen jeugd meer bij. Maar net van een liefhebber, dat door een opvolger van komt. Maar normaal, dan heb je geen nieuwe leden meer. Nee, maar heb je liever de tijd van toen of van nu? Oh, de tijd van nu is wel mooi. Is best wel mooi. Het is heel leuk in de Doberspot. Je kunt Doberspot zeggen, het is altijd een hobby. Ik ben een hobby bezig en het is heel mooi te doen, maar dan moet je het zelf ook gezellig maken. Je moet niet zeggen van, ik maak het heel druk, want dan ben je voor jezelf veel te druk bezig. Hè? Ja. Je moet het wel voor jezelf leuk houden. En betaalbaar houden natuurlijk. En betaalbaar houden, dat is heel voornaam, want ja, het is wel duur. Ja. Nu heb je ja, de soorten, ik kan me nou herinneren van verleden, er worden altijd heel veel gepraat met die Janssen-soort. Ja. Ja, dat was een hele bekende broederschap, er waren vier broers. Ja. Ja, uiteindelijk zijn ze dan allemaal overleden, maar is dat Janssen nog bekend of is dat overleden? De gebroeders Janssen was een heel bekend soort, ja. Die kwam uit Arendonk, uit België. En ook heel veel grote liefhebbers gingen naartoe, Eierkamp en veel meer grote liefhebbers die de doeven weghalen. De doeven van Janssen punt op dit moment wat minder, omdat de aanwas is er niet meer. Dus er is maar een enkele liefhebber die nog de rechtsrichting heeft, ja. Maar de rest is allemaal weer die intilt. Dus dat wordt wel minder. De echte superdoen komt overal even vandaan, hè? Nu op dit moment wel, ja. Elke doemliefhebber heeft wel een goede doel getrokken vinden. Ja. Dat is allemaal wel, maar je moet wel op dat moment de doel goed gezond hebben. En in vorm hebben. En als je dat dan willen bij iedere liefhebber willen we vliegen. Ja, nu ben ik hobbyist, nu ben ik begin met doen. Hoe kun je dat het beste voor elkaar krijgen? Moet je nou liefhebber gewoon de vraag hebben, wat doen we mee? Ja, je kunt nou liefhebber gewoon, en je kunt best een kleine liefhebber die een beetje goed vlucht, ja, dan kun je gauwer een doel verkrijgen. Als je een grote liefhebber, want een grote liefhebber die kan er centen verbeuren. Ja. En een kleine liefhebber die al kreeg een paar jongen van mij. En dan krijg je ook vaak, u de betere doem krijg je ook, een jonge doem. Ja, er wordt ook wel eens gesuggereerd, dat vind ik altijd wel leuk. Een nestspel, weduwschap, wat is het verschil? Ja, een nestspel en weduwschap, is er verschil in? Als je het nestspel speelt en de doffer en de duvinne gewoon bij elkaar op nest zitten, ja. Dan speel je of de doffer of de duvinne. Die zitten dan op eitjes of op jong. De doffer vlucht de ene keer beter op jong en de andere vlucht beter op eier. Ja. Dus daar is verschil in. En als je wetenschap gaat vliegen, dan heb je de doffer alleen in vak zitten, de duvinne duurt eraf. En als je vrijdags
of donderdags ingekomen, doe je een poosje de Duvinder erbij, om hem eventjes wat... Ja, op te hitsen. Op te hitsen. En dan doe je de doffe mee en dan hoop je dat heel later die vlucht natuurlijk. Ja, die beesten die maken een enorme afstand, hè. Ja, ja. De afstand die varieert van, nou, zeg maar, van 50, 60 kilometer, opleert van korter, tot en met 12, 1300 kilometer. Ja, er wordt ook gepraat vaak over Allianz en nummer op. Ja. Waarom heeft dat zo'n naam? Ja, Allianz heeft een naam, dat is een fondvlucht is dat. Allianz heeft de meeste namen gekregen vroeger de Derby Allianz Jonge Doem. Dat was heel mooi. Iedereen deed er aan mee. Hij Derby Allianz aan, de Jonge Doem gingen naartoe. En dan wonnen, weet je wel, tussen de 150.000 Jonge Doem wonnen les. Ja. En dat was fantastisch om te zien ook. Door zo. En nou, hij door een eerste van Vleugen was, nou ja, dat was grandioos natuurlijk. Hè. Ja. Ik vraag liggen de Doems worden weer met de Tour de France. Weet je waarom? Als ik al die jongen bekijk in de duivensport, dan gaat de doen altijd dezelfde richting uit, ja. Met vrienden, de vluchten. Ja. Er is nooit geen andere route, waarom niet? Ja, nooit geen andere route, er zit wel wat verschil in, maar vroeger heb je altijd Zuidwest. Ja. Vroeger was altijd Zuidwest vliegen. Ja. Nou, de NPO bent de vlieglijn in het deelt. De rechterkant, zeg maar, westkant vlucht Zuidwest nu. Je hebt een middengedeelte, die vlucht in midden en wij zijn nu bij de oostkant in het deel. Dus nu vliegen we meer naar de oostkant toe. Dus er is wel wat aan veranderd aan de vlieglijn. Ja, de een is er blij mee, de ander is er niet blij mee. Kijk, die mensen die onder in de afdeling zitten, ja. En in de regio, die aan de oostkant zitten, die zijn er hartstikke blij mee. Want die zeggen van, nou vliegen we veel meer, want de trek is nou naar ons toe. Ja, trek ja. Van de doel. Ik vroeg me wel af, waarom er nog geen vlucht in Duitsland vandaan? Die bent er wel geweest. Maar je hebt, niet meer, nee, niet? Op het moment niet meer. Je hebt wel München in vleugen. München is een keer helemaal missen van dat slecht ging. Ja. Ja, we zijn slecht weer gekomen, dat is helemaal afgeschaft München. Vroeger heb ze ook nog met de jonge doel Helmstedt in vleugen. Dat was nog meer dan Noorden toe ook. Ja. Was ook altijd wel in. Maar die kanten komt de doel altijd slecht weer. Dus. Kijk, dan kom je dus aan het probleem waar we net over hebben. Dezelfde route, net de Tour de France. Ja, dat klopt. Je richt de doel af, altijd in een bepaalde richting. Ja. Je begint altijd, vroeger richten ze de doel meer zuidwest af. Nou ben ze daar bezig, meer naar de oostkant af te richten. Ja. Zeg maar, nou gaan ze van Ede op de oostkant af. Ja. Ja? Ja, Lommel en Nijvel, die kant naar Nijvel en dan zeg maar ook. De punten wat die zeggen van goh, je mag van ons nog wel wat oostelijker richting Duitsland of richting Luxemburg. Ja. Dat je Luxemburg vliegt. Wat ook wel leuke bijkomstigheid is, dat weten veel mensen nog niet, dat de oude doen vaak met die jongen meegaan als ze lust wordt. Nou, nee, niet altijd. Het is op dit moment vlieg je met de jonge doen, maar je oude doen moet meedoen. Ja. Dat mag. En de bunt, wat bent er wel blij mee? Die zegt, dan kunt de jonge doem leert beter en met die oude mee te vliegen. Maar de oude doem wil er ook nog wel eens vooruit vliegen. Dat de jongen al die niet mee kan komen. Dus ja, zie je hoop wel dat ze er met mee vliegen. Er zit een voordeel en een nadeel dan eigenlijk. Ja, eigenlijk wel ja. Eigenlijk wel. Want het beste is dat de jonge doem van hemzelf leert. Dat hij vanzelf leert de richting te bepalen wat er naartoe moet. Want dan heb je meer kans dat hij zegt van, ik ga recht naar u toe. Ja. Ben die jongen een type die de jonge doem heel snel in de auto zet en dan even weer wegbrengen en dan? Wie gaat die jonge doem altijd afleggen? Altijd. We beginnen op korte stukjes. Ja. En dat klinkt een beetje gek, maar wie doet het altijd? We beginnen altijd door via de autoweg. Dan gaan we naar voetbalveld Ovios. En van voetbalveld Ovios naar Tade. Ja. En van Tade ga ik naar Nunspeet. En dan van Nunspeet ga ik richting Elspeet, Ede, dat ik de oostrichting kant er meer op houd, maar de vliegroute wordt voor de jonge doem. Dan hol je alle rekenschap mee? Ja. Hol je rekening mee dat die doem van die richting moet leren. Ja, en dan krijg je de vluchten. Op het moment noem je dit de interview al, ben je ook weer de jonge doem weg? Op dit moment ben de jonge doem naar Ede toe. Ja, ja. Vanmorgen, ik ben gisteren op Berg, gaan we even heen de korf. Bunt er wat van de oostkant, van west, bunt naar Duiven begon. Bunt
vanmorgen ook in Duiven met Lotte om half negen. Ja. En wij zaten met onze ploeg in Ede. En die bent op dit moment nog niet lukken, omdat het weer er nog niet goed voor is. Ja, waarom is het weer niet goed? Het is te donker. Vanmorgen eerst om 7 uur, als het bericht gaat, van kwart over 7 houden ze luid doen. Maar toen zat er nog wat achter van die aanvallen lucht. We waren bang dat die groep door elkaar zou komen. Oh, ja. En om kwart over 7, toen zingen ze door de convoyeur. Die zeggen, jongens, je kunt niet meer luisteren, want het wordt hier donker. En even later regent het dus. Dan kon je niet meer luisteren. Ja, er wordt dus wel degelijk rekenschap mee om. Met de omstandigheden van natuur. Ja. Ja, dat is elke, de weersomstandigheden. Ja, elke zaterdag houdt ze rekening met weer. Ze hebben ook altijd contact met de IWB. Ja. Die geven ons de weerberichten hier. Stuurde een e-mail naar de lossingscommissie. Die kreeg een e-mail met weerbericht erop. En datzelfde weerbericht komt ook op televisie te staan. Kan iedereen gaan lezen hoe het weerbericht onderweg is. Maar dat is een advies, hè? Ja. Ze zegt nooit van, je moet luisteren, je moet niet luisteren. Het is altijd een advies van het weer. Maar wie bepaalt dat de duif gelost wordt? Dat doet de convoyeur op de losplaats, die mee is naar de losplaats toe. En dan de commissie die hier zit, de lossingscommissie, met twee of drie personen, maar ongeveer vier wel. Die zegt van, jongens, het is goed, wie kunt het doen los? Ja, dus die bepalen uiteindelijk ja of nee? Ja, uiteindelijk wel ja. Dan kom je aan een onderwerp, dat is zo'n hele materie. Want de mensen die denken, ach, die doen maar een luidzet, kun je hier op aan. Ja. Maar dat gaat niet zo makkelijk, hè? Nee, want nee. Die doen met een caravan. Ja, die doen met een caravan, ja. Ja, dan kun je, nu de moderne tijd, een ship aan die poort zit, ja. Die regisseert alles. Ja. Hoe gaat dat eens in, Mark? Die jongens die pakt dus de doom, de liefhebbers, ja. Dus in de mandag gaan mee naar de vereniging toe. In de vereniging zit een systeem, een inkorfsysteem. Nou, dat staat klaar met de klok. En de jongens hebben een klok of een module bij hun, die zitten we in de vereniging in die klok. Of ze sluiten de klok aan, ja. Aan de inkorfantenne. Dan pakken ze de doof in de mannen, die houden ze met de poort, met de schip, op de inkorfantenne. Dan wordt die duif wat geregistreerd, kun je ook zien. Plus dat die inkorving gelijk een geheime code mee krijgt. Ik heb altijd, bij elke inkorving krijgt die schipring weer een nieuwe geheime code mee, die kan ook, kun je niet zien, nee. Van hij is ingekorven. Dat is voor zoveel mogelijk fraude te verkopen. Ja, ja. En dan zit de doof in de manden. En dan zit die man zit. Ja. Dan moet dat ook transporteerd worden. Dat ging ook niet zo maken, want er zit nog kosten aan het bund. Ja, er zit nog, ja, kostenplaatje wordt jammer genoeg steeds hoger. Maar wat is steeds hoger? Het is oorzakelijk even te maken met vervoer, dat het kostenplaatje hoger wordt van dat ze de inflatie aan deur berekenen. Ja. Ze zegt van zoveel is de inflatie, dat die 5% is. De vervoerder zegt van het maximum maar 2%, ik doe maar 3%. Ja. Normaal doen ze 5%. Plus dat de dieselolie wordt, is op het ogenblik ook niet goedkoop. Nee. Dus dat wordt ook allemaal duur berekend. Door die soort dingen wordt het steeds duurder. Maar kun je dat gezamenlijk wel opbrengen dan? Tot nu toe giet het gelukkig allemaal nog, ja. Nu heb allemaal ik doen, nog. Ik zeg nou, weet je wat, ik lobby dan maar nieuw Hollingen zo nog, maar dan doe ik een stuk of 20 met meer. Wat ben je dan kwijt per doof? Al per doof, olie, nee, het verschilt maar zeg maar gemiddeld, normaal voor olie per doof, dat je ongeveer 1,25 kwijt bent ja. Per doof. Ja, en dan praat ik verder dan eens. Ambiekosten, maar poelen en dat is eigenlijk niet meer. Nou, poelen is eigenlijk niet meer aan de orde. Het meeste wat ze doen is in de vereniging dingen onder elkaar doen. Ja. Een knakenputty, een ja. Gullenputty, ja. Een vleesbom, een taartje of dat soort dingen doen ze allemaal onder elkaar in de vereniging. En die prijsjes kun je dan winnen. Ja, ik ben ook een type die zit nog bij de aankomst van die vrachtwagens. Ook daar alles dus op één ook daar